Welkom beste kijkers van RTV Slingeland bij deze wedstrijd. Vios Beltrum 1 tegen Rekken 1. Beide spelen ze in de vierde klasse. Rekken mag beginnen aan de aftrap en die wordt genomen door Nick van der Luit. En zo zijn we begonnen aan de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 17-18. En Rekken mag aan balbezit beginnen. Dat lang duurt, want hier is balbezit alweer verloren. Fios aan bal. Twante Woerd met de voorzet op naar Jurgen Wieging. De nieuweling bij Fios. Overgekomen van Longa. Die moet klaarleggen voor Bob. Maar dat is toch een niet goed genoeg balletje. En dan zit Dame meteen weg. Maar op tijd ingegrepen door Jelle Tammel. Die bal dan weliswaar over de zijlijn schiet. Naar binnen door Freek. Wim Helmers in de loop bij Bob. Hier de bal toch nog gegeven. Jurgen Wieging met zijn eerste kans. En die kan hij nog binnenhouden of niet. Maar dit was toch een kans hoor. Die had hij toch met misschien een sliding binnen kunnen halen. Fios weer in aanvallend spel. Dan was Dame met de kopbal. Komt er niet volledig tot. Bob Goedkormelink. Die hier dan weer de bal krijgt. Bob Goedkormelink voorzet. Jurgen Wieging, dit moest het dan toch zijn. Maar die wordt geblokt. In de verdediging bij Rekken. Nu al twee goede kansen voor Jurgen Wieging. Rekken die nog niet helemaal tot zijn spel komt. Tenminste, nog niet heel veel kansen. De andere kant nu geopend. Freek Helmers, ja, die loopt dan tegen zijn tegenspeler op. Dan verdient hij een vrije trap. Hier, Bob Goedkormelink, die kan uithalen. Die schiet en die schiet in de hoek. Het is 1-0 voor Fios Beltrum. Bob Goedkormelink. Na de vrije trap van Arjan de Bocht schiet hij hem in de rechter onderhoek. Waar Jorg Antvelling niet bij kan. En daarna meteen weer een kans voor Rekken. Maar die wordt toch een beetje nonchalant gelopt door Merlijn Roos. Dit had de 1-1 misschien wel moeten zijn. Eigenlijk wel zeker moeten zijn. Andere kant geopend. Hier nu bij Freek Helmers. Freek Helmers met de voorzet. Oh, daar is bijna Niek Tuinte met de kopbal. Daarna nog weggewerkt door Rekken. Zijn we hier in de tweede helft. Daar is Merlijn Roos met het eerste schot. Maar een goede redding van Jelle Tammel. Die neemt natuurlijk wel dus even zijn tijd. De slotte staat Fios voor. Leemreis, die wordt toch wel even vastgehouden door aanvaller Nick van der Luit. Die zegt zelf dat het niks was, maar kom op zeg, dat was een duidelijke overtreding. En hier nu diep gestuurd door Rekken. Dan staat daar drie man om die bal in te tikken, alleen dan geven ze hem behoorlijk matig voor. Hier kon de gelijkmaker toch zijn. Goed uitgespeeld daarna door Wim Helmers. En nu weer de rust bij Fios. Freek Helmers. En ja, dit is geen overtreding volgens de scheidsrechter. Een gewaagde keuze. Maar hier is Jurgen dan erdoor. Jurgen, kap naar binnen. Dit is de kans. Nou, in de kluts is die bal dan niet voor de keeper. Hier is Jurgen nog steeds. Die wilde uitkomen. Wordt snel overgenomen. Naar de andere kant geopend. Daar staat Twan. Die gaat voor het schot. En die wordt geblokt. Toch weer een goede kans voor Fios. Het is wachten op de 2-0. Maar Rekken wil ondertussen ook nog wat. En dit is slecht gespeeld. Dan is hier nu de counter voor Rekken. De voorzet van Merlijn Roos naar de andere kant. Het schot en via richting veranderd gaat die bal erin. Ongelooflijk. Dit doelpunt. Hij wordt nog door richting veranderd door Hoed Leemreizen. En Jelle Tammel die staat ernaar te kijken. Het is 1-1. En misschien nog wel het naaste voor Fios is dat die goal wordt gemaakt. De oudspeler Damas Damen. Ondertussen is toch een forse overtreding gemaakt door Tom Banning. Maar de scheidsrechter laat het doorspelen. De Leemreizen laat die bal voor Jelle Tammel. Diezelfde scheidsrechter staat hier nu in de weg heel even. En dan is dit een slecht balletje van de aanvaller. Maar die bal wordt er dan weer uitgeschoten door Boet. Want hier ligt Freek Helmers toch op de grond. Die kreeg net wel een knietje
van Tom Banning. Alleen de scheidsrechter zegt dat het niks is. Toch een paar keer al gehad dat die scheidsrechter een beslissing maakt waar ik het niet helemaal mee eens ben. En dat is ook bij deze beslissing. Hij geeft geel aan Wim Helmers voor deze kleine overtreding. Ja, je kan er geel voor geven. Maar er zijn toch al een heleboel overtredingen geweest waar Rekken dan ook geel had moeten krijgen. Hier ligt weer Bob Goedkomerlink op de grond. Maar de scheids vindt het allemaal niks. Dan de voorzet. Aan de andere kant Freek Helmers en een corner voor Fios. Hier komt de corner. Aan de andere kant nog in de kluts bij Freek Helmers. En die kopt die bal van dichtbij binnen. Het is 2-1. Fios leidt weer. En dat is helemaal verdiend. Fios was toch de leidende partij. De hele wedstrijd door eigenlijk al. En nu kopt Freek Helmers hem in. Dat is dan toch wel ontlading voor Fios. Ja, nu snel weer de kans bij Rekken. Die komt hier dan ook. Oh, het is een zacht schot. Dat is jammer, want deze bal was toch veelbelovend. In de kluts wordt die bal naar voren geschoten. Een paar duellen krijgen we hier te zien, kopduellen. En wanneer die bal dan eindelijk weer de grond bereikt, wordt er voor een overtreding gefloten door de scheids. Vrije trap en daar is Jelle Tammel die hem niet helemaal klem heeft, maar de bal wel binnen weet te houden. Krijgt nog een aai over zijn kop door Nick van der Luit, de aanvoerder van Rekken. En Jelle die neemt natuurlijk rustig zijn tijd. Lange bal wordt gegeven. En dit is een toch gewaagde terugspeelbal. Als Jurgen Wieging er langs, dan moet hij de 3-1 maken. En die schiet hij er niet in. Hij schiet op de paal. Ongelooflijk. En zo blijft het 2-1. Nou ja, stel nog dat die goal er dan komt. Dan is het toch een probleem voor Fios. Lange bal hier van de keeper. Wordt niet opgenomen in de Fios-verdediging. Dan is hier in de kluts een duel waar de keeper op de grond ligt. Nu is het doelvrij en dan gaat deze bal erin. Ongelooflijk! In de extra tijd scoort Rekken en de scheidsrechter laat het toe. Het is geen overtreding volgens de scheidsrechter. De keeper ligt nog steeds op de grond. Hetzelfde geldt voor Poet Leemreizen. En Rekken viert in alle vreugde deze goal. Want in de laatste minuten, de laatste seconde van deze wedstrijd, scoort Rekken de gelijkmaker, de 2-2. We gaan heel even terugkijken of hier dan werkelijk waar niks aan de hand was. Hier kunnen we niks zien. In slow motion zien we dat Jelle Tammel die bal wil wegtrappen. Maar daar valt Boet Leemreizen op de grond. Het is niet goed te zien waarom. Hij duwt bij die val Jelle Tammel mee. En daar komen ze waarschijnlijk niet goed terecht. Maar het kan zijn dat hij werd aangetikt. Het kan zijn dat hij niet meer in balans was. Maar voor zover kunnen we hier niet zien dat het een overtreding was. Dus dan is het doelpunt geldig. Het is tevens ook het einde van de wedstrijd. Het wordt 2-2 en dat is voor Fios toch wel een beetje bitter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.